Hallo, Mega Janneman hier, leuk dat je kijkt. Maar je ziet het al, ik heb een schild. En rare bubbels. En dat zijn de Lingering Potions of Regeneration. Nou ja, Lingering Potions. Geen idee wat het precies is, maar het geeft wel een geweldig leuk effect zoals je ziet. Oh, bubbels. Bam, hier ook een voor jullie. Dit zijn de soort Splash Potions. Maar ze blijven lang op de grond hangen. En Splash Potions die... Splash Potions die verdwijnen direct. En deze die blijven een tijdje rondlummelen. Hartstikke goed. Dat was trouwens nog in de vorige snapshot. Moet ik even kijken hoor, één momentje. Moet ik even goed zeggen. Ja, dat was in 14W33C. En dit is 14W34A. Dus sinds de snapshot van vorige week zijn er dus potions bijgekomen. Lingering potions. Nou, ik heb hier een kistje vol met wat spul. Ze zijn er zelfs in de awkward potions. En die maak je eigenlijk door deze. Door de Dragon's Breath. Dragon's Breath. Die krijg je van de einddraak. Ik weet eigenlijk niet of je hem op kunt drinken. Maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Goed, laten we beginnen met de schilden. Even kijken, wat heb ik dat hier gedaan? Ja. Nou, dan gaan we even naar de E. Je ziet hier mijn orange shield. Je kunt er trouwens alles in doen, hè. Je kunt deze ook hierin doen. Dan heb je die in je linkerhand. Nou, wil je het omwisselen, dan druk je op F. En dan gaat hij naar een, gaat hij naar je andere hand. Dus op F, hup. Oh, dat gaat wel heel traag. Ik ben benieuwd of ze dat nog gaan veranderen. Nou, je hoort het. Iemand heeft een nieuwe autoradio. Goed, we waren bezig met... Daar kom ik zo op terug, op die zombie. Testpersoon 41. Als je een schild wilt maken, dan kan je dat doen met vol. Toem, 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 toem. Elke kleur. Maakt niet uit. En dan leg je zo 3 neer. Maar ja, je zag het al liggen. Nou, hup. En dan heb je een... Orange shield, net als deze. En wil je daar nu een, zoals ik, een motiefje op hebben? Even laten zien, motiefje. Je kunt trouwens ook om naar boven blokken, enigszins. En, nou ja, hij schijnt ook naar beneden te kunnen blokken. Dat werkt wel, maar je ziet, het is niet goed geanimeerd. Je kunt ook met 2 schilden rondlopen, dan ben je super veilig. Kijk. Maar goed. Ja, hallo. Zo. We zijn bezig met het schild. Als je nu... Waar is mijn oranje schild? Die zit daarin. Dat is jammer dat je die niet, niet te zien krijgt als je op de crafting table drukt. Goed, je pakt je shield. En als je dan een banner ernaast zet, dan wordt die op je shield gezet. Nou ja, je weet vast nog wel hoe je een banner moet maken. Die plak je dan gewoon zo aan elkaar en dan krijg je deze shield. Hartstikke cool. Een shield blokt behoorlijk goed. Daar gebruiken we testpersoon 41 even voor. Kijk, geen schild. Nou heb ik iets van een... Hé, het is stuk. Ah, nou. Kijk, met schild raakt hij me niet eens aan. Dat is iets. Zonder schild. Au. Dus dat werkt. Dat is cool. Wat je ook ziet is dat zijn handen omhoog staan. Althans zijn armen. Dat betekent dat hij mij aanvalt. Als ik hier nu ga staan. Als het goed is. Ja. Jij ziet mij niet meer. Want zombies kunnen niet door glas heen kijken. Gek genoeg. Gaan zijn armpjes weer naar beneden. Hey, ja. Zie je? En nou wil hij mij weer aanvallen. Nou, dat is hartstikke grappig. Ik kom straks even weer terug op die Lingering Potions trouwens. Dit is een zombie. En dat is weer een nieuwe. Die heet ook testpersoon 41. Dat zijn heel veel. Wat je nu dus zag net. Meestal als je een zombie ziet, dan ren je erop af en dan begin je zo te mappen. Nou heb ik een heel scherp zwaard. Dus dat is niet zo'n goed voorbeeld.
Even kijken, heb ik nog een ander zwaard? Want deze gaat gewoon... Nee, ik heb geen ander zwaard meer. Oh, hier, een gewone. Dat is even iets beter. Kijk, normaal doe je dit. Nou, dat duurt best lang nu. En als je langzaam slaat, gaat hij sneller. Kijk, één tik. Twee tiks. Drie en hij is weg. Doe ik het heel snel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gebeurt er bijna niks. Hij gaat wel dood, maar... Auw. Er gebeurt niet zoveel. Dus dat is veranderd. Wordt er wat moeilijker van. Pieten, die werken echt voor geen meter. Daar wordt het dus moeilijker van. Hebben ze aangepast. Nou, hartstikke cool. De zombies laten nu zien dat ze je aangevallen door met de armen omhoog te gaan staan. Skeletten doen dat ook door een boog-animatie. En dan moeten we nog even naar de settings. Video settings. Hier een attack indicator. Dat is een aanval indicator. Die kan je op crosshair zetten. Als ik nu ga slaan. De crosshair, dat is dat... dat ding waar je mee richt. Zag je daaronder? Daar verschijnt een balkje. Die laat zien hoe hard je hebt geslagen. Nou, doe je zo, dan komt hij bijna niet. In het midden. Misschien zet ik er even een rondje omheen. Dus die volgeladen kan je slaan. Volgeladen kan je slaan. Dat ding. Deze dus. Die kan je ook nog op de hotbar zetten. Kijk, nu staat hij daar rechts. Oh, te snel. Kom hier. Rechts. Ik zal er ook even een pijltje of zoiets bij zetten. Kan je goed zien. Hier, rechts staat hij. Snel slaan, weinig zin. Langzaam slaan. Werkt goed. Nou, perfect. Dit is trouwens een geweldige XP farm, of niet? Dat is wel heel leuk. Dus dat hebben we gehad. Dan gaan we naar de Lingering Potions. En daar heb je dus de Dragon's Breath nodig. En die krijg je van de draak. Daar gaan we zo nog even heen, denk ik. Even zien hoe we dat gaan oplossen. Ja, maar goed, stel je voor, je hebt die. Dat is deze. En dan maak je gewoon eerst een... normale potion. Zoals je hem altijd maakt. Dan heb je dit allemaal voor nodig. En tot slot die. En waterflesjes. Waterbottle. Ik heb er 3, dus dat komt goed uit. Hup, die zet je hierin. 1. Oh, die moet er weer uit. Zoals je dat altijd doet. Hup, lekker bakken. Even kijken, kan ik ondertussen nog iets anders behandelen? Nou, deze is ook zo klaar. Dat gaat best snel. We gaan de zombie nog een keer slaan. Ik sla er nou op als een gek. Er gebeurt niks. Kom, hij is dood. Dat is weer een nieuwe. We waren hier. We hebben nu de awkward potions. Dit krijg je als je die erin doet. Wil je nou een jump potion maken, dan leg je er een konijnenbout in. Of hoe heet die? Een rabbit's foot. Het is een konijnenvoet. Ja, zie je zo niet veel. Hup. Ah, zie je? Ik krijg nu wel pitten. Dat is dus ook verbeterd. Dat kreeg je vroeger niet. Nou, beter. Ja, en we zitten weer vol. Hier even op. Nu hebben we al Potion of Leaping. Nou, normaal gesproken, als je wat langer wilt maken, doe je deze erbij. Wordt die langer van. Ja, van 3 minuten gaat hij nu naar... Oh, hij wordt beter van, niet langer. Langer moet je er de redstone bij doen. Nou heb je een splash potion nodig. Dat doe je door TNT bij te doen. Huh? TNT man. Ja. Yeah. Zo, dat is klaar.
is het een splash potion en wil je daar nu een lingering potion van maken, dan doe je er een dragon's breath in. Dat is een stuk handig. Wat mij betreft. Hey joh. Zo. En die zal nu wel klaar zijn. Ja. En dan heb je de lingering potion of leaping. Ja. Ik heb het niet bedacht. Het is nogal wat. Nou, die kan je gewoon daarheen tossen. Ik heb nu wat zombie besmet. En die neemt het ook echt op. Dus ik ben benieuwd hoe hoog die nou kan springen. Nou goed, dat maakt niet uit. We gaan zo even naar de end. We gaan eerst nog even naar de command blocks. Die zijn ook veranderd. Dit is de normale. Vooral is die volgens mij iets veranderd, want er staat nu een pijl op. Dit is de normale. Dan heb je deze. Dit is een impuls, geloof ik. Dit zijn chain command blocks. Dus als je hier een commando instapt en hier en dan daar en daar en daar, dan volgt hij dat automatisch op. Hoef je niet meer met redstone ertussen en zo. Gaat hij, doet hij gewoon. En dit is een impuls. Of een repeat. Dus als ik hier commando C inzet. Bijvoorbeeld van C hallo. Betekent zeg hallo. Dan blijft hij dat zeggen. Nou, hartstikke handig. En er zijn nog veel meer. Maar ik ben niet zo'n specialist in command blocks. Maar dat is ook veranderd. En het zijn in ieder geval leuke kleuren. Goed, dat hebben we gehad. Laten zien hoe je een scherm maakt. Wil je hem repareren? Ja, dat kan ook voorkomen. Moet dat hier? En een anvil en niet daar. Nou, werkt ook goed. Kijk, heb ik hier nog iets staan? Nee, dat is vol. Oh, hier zit nog voer in. Kijk, voer is lekker. Dat heb ik nodig. Goed. Hartstikke cool. Gaan we nog even naar de end. En dan heb ik volgens mij alles alweer besproken. Zo, nou, we zijn in het end. Daar zie je de Dragon Breath. Dat is van... dat schiet de Ender Dragon nu uit. Dat is best interessant. En volgens mij kan je het oppakken. Ja. Kijk, je loopt er gewoon zo in. En dan pak je het op. En als het goed is, heb ik het nou. Ja, hier. 8. Het waren net veel minder. Wat de Ender Dragon nu ook doet. Die gaat rusten op die paal. Of hoe je het ook maar noemen wilt. Ik vraag me af waarom ik nu geen balkjes zie waarvan hoe sterk de eindraak is. Jo. Rottige Enderman. Oh. Het zwaard zit op 1. Wow, kijk toch. Nou, dan ga je zo dood. Dat is niet anders. Alles kwijt. Maar goed, je hebt best veel gezien. Maar ik ga nou even weer terug. Nou, ik ben weer terug. Het is niet geweldig zoals ik het nu doe. Maar goed, dat geeft niet. Het is een test natuurlijk. Kijk, dat is de eindraak, de Ender Dragon. Die is best aardig verder. Het is een meisje, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Die, ik ben helemaal onbeschermd nu. Ik kan even mijn kist niet meer vinden waar ik nog wat spul in had staan. Dat zal wel pleitas zijn. Dat stond ergens hier. Volgens mij. Bij zo'n toren. Maar goed, ik wil je eigenlijk gewoon even laten zien. Kijk, hij gaat... tijdens het gevecht gaat hij hier... hierheen. En dan kan je hem gewoon... Zou je met een zwaard, kan je hem raken. En dan gaat hij dood. En dit is dus dat... En dat doet zeer. Hier ga je ook dood aan. Maar je kunt het dus ook oppakken. Dat heb ik net laten zien. Nou... Dat niet een keer nog veel meer kan laten zien. Hij klinkt trouwens, of zij, of wat het ook is. Klinkt trouwens wel heel erg boos. Ja, blijf lekker zeer doen. Ach,
Goed, dat is het een beetje. Oh, hier staat mijn kist. Nou. Daar heb ik vast niet veel meer aan. Nou, er zit niet zoveel meer in. Maar goed, we hebben in ieder geval weer een armor aan. Nou goed, zo werkt dat dus een beetje. Eindraak. Hele reut en beteut. Hartstikke leuk. Nou, dat was het. Ik geloof dat ik alles wel heb laten zien. Ik kan hem nu niet meer doodmaken, want dan moet ik weer wapens maken en dat soort dingen. Geen zin meer in, geen tijd meer voor. Of wat dan ook. Nou, ik hoop dat je genoeg hebt geïnformeerd over de twee updates. Snapshots bedoel ik. Geen updates, hè. Misschien moet ik er nog even een dingetje bij zeggen. En dat is misschien niet zo'n heel erg leuk nieuws. Ja, weer thuis. Het duurde. Laten we zeggen. Dit is niet de eerste snapshot serie tenslotte. Er was ook een serie van 1.7 naar 1.7 naar 1.8. Het heeft 300 dagen geduurd om 1.8 te maken. 300 dagen. Dus ga er nu niet van uit dat 1.9 razendsnel komt. Dat kan nog wel een tijdje duren. Bam. Dus ja, ik wil je niet verdrietig maken. Het is een beetje realistischer waarschijnlijk. Doe maar. Je moet dus wel echt blokken slaan. Anders werkt het niet. En goed, ik vind het leuk. Ja, ik ben niet echt een vechter, maar goed, ik vind het wel leuk dat het erin zit. Het is in ieder geval leuk voor de PvP. En dat, dat langzaam slaan, dat is ook wel cool. Wat mij betreft. Nou, ik heb de potions laten zien. Ik heb nog geen nieuwe daartussen gevonden. Maar ik geloof wel dat er nieuwe komen. Maar goed, daar komen we later achter. Dank voor de aandacht en tot de volgende keer. Later eens, doei doei.